Nou, we staan bij Johan van der Velde. Eigenlijk hoef ik hem niet te introduceren. Dat is toch wel de jongen met het talent. Destijds iedereen dacht van Johan gaat het helemaal maken. Eigenlijk heb je het ook gemaakt, hè? Ja, ik ben 12 jaar professional geweest en ik heb echt 10 jaar aan de top gestaan. En ik heb natuurlijk 6 keer de Tour gereden, 6 keer de Ronde van Italië en bijna 100 overwinningen. En overwinningen in de Tour de France en in de Ronde van Italië. En uiteindelijk derde in het eindklassement in de Tour. Ja, het zijn allemaal heel echt hoogtepunten uit mijn carrière natuurlijk. Ja. En als ik heel mijn carrière moet gaan uitleggen, dan ben ik misschien nog wel een paar uur bezig. Maar, je kunt beter op een stoeltje bijpakken. Maar ik heb natuurlijk wel in een unieke periode van het wielrennen gezeten, Nederlands wielrennen gezeten, die het succesvolste geweest is van misschien van alle tijden. Omdat we zo'n unieke ploeg hadden met allemaal Nederlanders. Absoluut, de rallyploeg, hè, hebben we het dan over. Tia rallyploeg, ja. Peter Pos, Jan Raassen, Kneteman, Zoetemelk. Noem maar op, daar heb ik 6 jaar deel van uit mogen maken. En dat is gewoon heel bijzonder natuurlijk. Ja, nou maak je op een heel andere manier maak je deel uit van dit team. Van de Cycle for Hope. Ja, Cycle for Hope is goed 2 jaar geleden op mijn pad gekomen. Frank Swinkels heeft me benaderd voor het boek te schrijven van Rondje in Nederland. En zo, om daar een voorwoord of een nawoord. En ik heb in ieder geval een mooi stukje daarin kunnen schrijven. Ik kwam met Frank in contact voor dat verhaal en het klinkte zo goed dat we me gelijk tot ambassadeur van Cycle for Hope, van de Hoop gemaakt hebben. En ja, dat vond ik wel een uniek iets. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. En daar ben ik heel trots op. En je ziet wat voor een evenement dat geworden is. Vorig jaar waren het 7 teams en dit jaar al 20 teams geworden. En ik denk dat het volgend jaar nog veel meer gaat worden. Je kunt ook duidelijk zien wat de opbrengst is. En dat is al heel bijzonder natuurlijk. Ja. En we weten waar het allemaal voor is. Het is allemaal, mensen moeten allemaal een tweede kans weer hebben. Mensen zijn een beetje ontspoord, die moet je gewoon helpen. Er is geld voor nodig. Dus ja, het is gewoon erg genoeg dat je het allemaal op moet halen. Maar als je het niet ophaalt, dan gaat zo'n organisatie natuurlijk ook, kunnen die mensen ook niet meer helpen natuurlijk. Dus het doel is een goed doel.